ze wouden mij ook weg hebben hier. Want hier moest dan ook een rode loper komen. En nou, ik heb echt ontzettend als een tijger gevochten om dit te laten bestaan. Maar daar maak je ook heel veel onrust mee, met dit soort dingen. Want ik ben hier heel ontzettend, heel erg geaccepteerd in de buurt. En doordat ik in hele weg moest, dacht de buurt, ja, maar waarom moet ze weg? Misschien zijn die vrouwen ook wel gedwongen. En die kregen ineens een heel andere kijk op de hele situatie hier. Wat ik nog nooit had gemerkt in deze buurt. Maar doordat het zo naar buiten kwam als gedwongen vrouwen, dachten hun ook, ja, god, maar er zitten dan ook gedwongen vrouwen. Het is nu alweer te goede gekeerd, omdat ze hebben gemerkt van het is niet zo. Maar je gaat er zoveel onrust mee maken. Ook in een buurt. Het is werkelijk niet te geloven geweest hier. Wat een hetsen er tegen me ging beginnen. Dan moest ik wel mijn hoofd boven water houden. Nee, ik denk meer dat het op het opschonen gaat. Omdat ze dan, we hebben het over het Oude Kerksplein dan. En wat ik zelf denk, dat ze de panden nodig hebben. Om daar een leuke buurt van te maken. De oude kerk is mooi geworden, dus dan willen we de panden vrij hebben van prostitutie. En dan, ja, dan moet je toch iets vertellen. He, komt er een snelweg, dan ga je vertellen. Er komt een snelweg door, daarom moet de prostitutie weg. He, want het wordt onteigend. Maar waarom wordt het onteigend? Omdat ze daar mooie panden willen hebben. Omdat ze daar mooie winkels in willen hebben. En of dat allemaal gaat lukken. Want geld is op, geloof ik. Dus dat gaat niet zo gauw gebeuren, denk ik.